Voor de allernieuwste singles, video op een LP, compact disco cassettes, voor jezelf of een cadeau. Er speelt zich heel wat af in de winkels van Free Record Shop. Free Record Shop, zo'n platenwinkel. De Free Record Shop is een winkelketen die de klant weet te vinden. Dankzij de jonge uitstraling, het uitgebreide aanbod van platen, cassettes, cd's en videobanden, de scherpe prijzen en de supersnelle bediening, is de Free Record Shop niet meer uit muziekland weg te denken. Free Record Shop loopt vooraan in het inspelen op de technische ontwikkelingen van de beeld- en geluidsdragers, die natuurlijk zijn begonnen bij deze man. Edison, het versje dat hij in 1877 inspreekt op zijn bladtinfonograaf, is het eerste geluid dat ooit is vastgelegd. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Meteen wordt de fonograaf gebruikt om muziek vast te leggen. Gestimuleerd door een hongerige wereldmarkt gaan de ontwikkelingen dan razendsnel. Emil Berliner komt rond 1900 met de grootmoeder van de huidige LP, de wasplaat, af te draaien op een grammofoon. Klinkt allemaal nog wat krakerig, maar iedereen kan via de middenstand orkesten, bands en sopranen in huis halen. Vanaf het begin van de jaren 20 maakt ook de radio een snelle ontwikkeling door. Dr. Philips demonstreert aan de heer Van Aalst een watergekoelde korte golfcentlamp van 10.000 watt. Wereldwijde uitzendingen en steeds modernere toestellen. Ontvangtoestel 1948 lijkt ons nu toch wel zo goed als volmaakt. Eenvoudig te bedienen en zuiver van klank. Maar wat zullen we over 30 jaar van dit toestel zeggen? Radio maakt in de volgende decennia volkshelden van artiesten. Een hit betekent veel zendtijd en veel zendtijd betekent een stijgende platenverkoop. De platenindustrie floreert. In primitieve opnamestudio's zingen de sterren tot na de Tweede Wereldoorlog hun muziek live in op wasplaten. Dat is mijn kamertje, dat is mijn tuin, maar het allerbest menu wordt geen succes. De wasplaat wordt vervolgens verzilverd en in een koperbad gehangen. Kunststof wordt tot broodjes gekneed en tussen de koperen matrijs gelegd. De pers wordt aangedraaid. En er is weer een plaat van Masman en de Ramblers geboren. In 1951 komt de techniek in Nederland met een nieuwe verrassing. Een ingewikkeld samenstel van buizen, lampen, draden, spoelen, meters, filters, condensatoren, weerstanden enzovoort. Televisie. Een nieuw tijdperk met nieuwe muziek en nieuwe sterren. Via de beeldbuis dwingen zij miljoenen fans aan hun voeten. En dit alles onder het motto: horen, zien en platen kopen. In diezelfde jaren 50 worden de eerste platen van het ontbreekbare polyvinylchloride gemaakt. Dat betekent meer muziek in fijnere groeven. Kortom, de langspeelplaat. Er verschijnen hitlijsten voor de best verkochte LP's en singles die als warme broodjes over de toonbank gaan. En dan breken de jaren 60 uit. Het begint met de Beatles, het loopt uit de hand met de Stones. Op het ritme van de popmuziek rekent de jeugd af met vooroorlogse waarden en normen. Popsterren dirigeren het explosieve wijgevoel van de tiener. De jaarlijkse plaatomzet in Nederland stijgt in 10 jaar tijd tot boven de 200 miljoen gulden. Het is een Nederlandse vinding en komt voort uit de bandrecorder. Met een compact cassette neem je je eigen popster ook in de auto mee. 1967. De popmuziek heeft de liefde tot levenshouding verheven en de Beatles sturen hun Flower Power boodschap via de eerste wereldwijde satellietuitzending op hun fans af. Terwijl muziek voor de jeugd de onderstreping van een nieuw levensgevoel is, is het voor de handel keiharde business. Platenhandelaren die bij de Nederlandse grammofoonindustrie willen inkopen, moeten lid zijn van de Vereniging van Grammofoon-Detailhandelaren. Zij zijn verplicht platen en cassettes tegen te hoge prijzen te verkopen.
Als Hans Breukhoven in 1971 in Schiedam zijn piepkleine Free Record Shop opent, doet hij niet mee aan de kunstmatige prijsopdrijving. Hij wordt nergens lid van, blijft vrij en koopt zijn platen gewoon in het buitenland. En hij verkoopt ze voor ver onder de in Nederland gangbare prijs. De Free Record Shop wordt het lievertje van popminnend Nederland en groeit mee met de stormachtige ontwikkelingen in de muziek. Videoclips, de Walkman, de CD, de Free Record Shop is erbij. Breukhoven houdt zijn klantenkring met reclamecampagnes nauwgezet op de hoogte van de nieuwste muziektrends en neemt initiatieven om de platenverkoop te stimuleren. Zo is hij de grondlegger van de platentiendaagse. De aanpak resulteert in de opening van Free Record Shops in het hele land. En de jaaromzetten stijgen van 2 miljoen gulden in 1975 naar 44 miljoen in 1986. En 135 miljoen gulden in 1989. Het onlangs in Capelle aan de IJssel geopende hoofdkantoor is nu het centrale punt van 72 Nederlandse en 8 Belgische filialen. Een computer in het enorme centrale distributiemagazijn zorgt ervoor dat precies de goede producten precies op tijd naar precies het juiste filiaal worden gebracht. De Free Record Shop heeft met de verkoop van platen, cassettes en cd's een marktaandeel van 14% in handen. In de verkoop van voorbespeelde videobanden is de winkelketen met 60% ook marktleider. De Free Record Shop staat rotsvast midden in de zich nog steeds uitbreidende markt van geluids- en beelddragers en blijft vooraan lopen. Zolang de jeugd ogen en oren heeft, heeft de Free Record Shop toekomst. Een toekomst die eenmaal verzilverd goud waard is. Thank you.